Yo maat, goed dat je kijkt, want vandaag gaan we het hebben over de 5 grootste redenen waarom het mannen niet lukt om sterker te worden. Of het nou is nu tijdens de lockdown of in de sportschool. Mijn naam is Mitchell Dikke, ik coach mannen naar een lichaam van minder vetmassa en meer spiermassa. En nogmaals, vandaag gaan we het erover hebben waarom het niet lukt om maar sterker te worden. Reden nummer 1 is heel simpel. Je traint niet voldoende. En ik weet het, het is moeilijk om tijdens de lockdownperiode de motivatie erin te houden. Het is moeilijk om een ruimte te vinden waarin je ongestoord kan sporten. Om voldoende materialen beschikbaar te hebben. Het is lastig. Maar goed, dat het niet makkelijk is, wil niet zeggen dat het onmogelijk is. Kijk naar wat je wel ter beschikking hebt. Welke tijden kan je sporten? Welke ruimte kan je hiervoor gebruiken? Zorg dat je een duidelijk plan maakt. En zorg dat jij minimaal 2 keer per week elke spier belast. Want als je het minder vaak doet dan dat, dan heeft je lichaam nooit het idee, krijgt het nooit het signaal dat het moet verbeteren. Dat het sterker moet worden, dat het moet groeien. Dus tip nummer 1, train voldoende. Tweede reden waarom het heel veel mannen niet lukt, is er is onvoldoende weerstand. Je bent misschien gewend om in de sportschool te trainen, machines en veel gewichten te kunnen gebruiken. En daarom heb je nu geen idee hoe je je trainingen zwaar genoeg kunt maken. Voor heel veel oefeningen betekent het op dit moment dat je in plaats, als we het bijvoorbeeld hebben over je benen, in plaats van oefeningen met 2 benen tegelijk doet, zoals een hip thrust en een squat, dat je op zoek gaat naar oefeningen waarbij je met 1 been tegelijkertijd aan het werk gaat. Zoals een Bulgaarse split squat. Zoek maar eventjes op als je niet weet welke het is. Of bijvoorbeeld een heupbrug op 1 been. Als jij benieuwd bent een keertje naar wat jij zou kunnen doen met de materialen die jij thuis hebt om ervoor te zorgen dat je genoeg weerstand hebt tijdens je training, stuur me even een berichtje. Ik heb je sowieso heel veel tips hierin gegeven. Reden nummer 3 waarom het mannen niet lukt om sterker te worden, is ze doen een te hoog aantal herhalingen. En dat zie ik nu gebeuren. Ik hoor het nu heel veel van mannen om me heen. Maar ik zie het ook heel vaak in de sportschool gebeuren. Kijk, belangrijk hierin is het volgende. Hoe minder herhalingen je doet, hoe weinig herhalingen je doet, hoe meer dit zorgt voor krachttoename. Denk maar aan een Olympisch gewichtheffer die 1 keer een gewicht boven zijn hoofd moet brengen. Of 1 keer een gewicht van de grond af moet tillen. Dit is zijn maximale kracht. En deze gasten zijn daarom ook fucking sterk. Als we dat aan de ene kant van een continuum zetten. En aan de andere kant mensen die body pump doen, body steps, heel veel in beweging zijn met relatief lage gewichten. Daar word je niet heel erg sterk van. Dus zorg dat jij jezelf zo goed uitdaagt dat je wel weinig herhalingen moet doen, omdat je niet vaker kan. Probeer, als je echt sterker wilt worden, om maximaal 5 tot 8 herhalingen te kunnen doen voor jouw oefening. Reden nummer 4 waarom een man het niet lukt om sterker te worden is, ze eten veel te weinig. Of het nou is te weinig calorieën eten, waardoor je heel snel spiermassa... Ik kwam even een pakket bezorgen, maar volgens mij waren we bij nummer 4. Reden nummer 4 waarom je niet sterker wordt. Je eet te weinig. Of het nou gaat om te weinig calorieën eten of te weinig eiwitten binnenkrijgen. Dit zorgt ervoor dat je en niet snel genoeg kan herstellen en je testosteron naar beneden gaat en je geen spiermassa kan behouden. En minder spiermassa betekent in heel veel gevallen, in ieder geval ook, minder kracht. Toename. Zorg dat je voldoende eet. Ook zelfs als jij probeert om vet kwijt te raken, wil je niet te snel afvallen, wil je niet te streng diëten, want dit is niet haalbaar. En nogmaals, het zorgt ervoor dat je minder sterk wordt en minder spiermassa gaat behouden. Reden nummer 5 waarom het je niet lukt om sterker te worden is, je neemt te weinig rust. En dit kan je interpreteren als verschillende vormen van rust of niet voldoende slapen. Wat ook weer zorgt voor minder testosteron aanmaakt, minder groeihormoon aanmaakt, minder spiermassa aanmaakt, minder goed herstel. Of we hebben het over te weinig rust tussen je setjes, waardoor je niet elke set
het meeste uit jezelf kan halen en zoveel mogelijk gewichten kan tillen. Of dat we het nou hebben over te weinig rust tussen je trainingen. Zoals ik al zei, je wilt wel voldoende trainen. Je wilt elke spier 2 keer per week belasten. Maar je wilt niet elke dag belasten. Want dat is ook een reden. Dat is ook een manier waardoor je lichaam niet genoeg kan herstellen. En dit zorgt ervoor dat je niet sterker gaat worden. Dus dit kunnen we ook vertalen naar een aantal tips die je mee wilt nemen. Train elke spier 2 keer per week. Zorg dat je voldoende weerstand hebt. Als je niet weet hoe je dat moet doen in jouw situatie, stuur me een berichtje. Zorg dat je een laag aantal herhalingen doet en dat je daarin je lichaam voldoende uitdaagt. Maximaal 5 tot 8. Eet voldoende. Voldoende calorieën, voldoende eiwitten en neem voldoende rust, zodat je ook kan herstellen. Ben jij benieuwd hoe jij in jouw situatie zo snel mogelijk zoveel mogelijk vetmassa kan verliezen, terwijl je zoveel mogelijk spiermassa behoudt en dat allemaal zonder een streng dieet? Stuur mij dan gerust een berichtje. Je hoeft niet meteen wat te betalen. Ik weet voor 100% zeker namelijk dat ik je meteen nog wat tips en tricks kan geven waarmee je direct vooruit kan. Dus aarzel niet. Je bent al te lang hierover aan het twijfelen. Stuur gewoon een berichtje hoe jij dit voor elkaar kan krijgen. Voor nu, geniet van je dag en ik check je later.